Nou, we zijn even dus bij tekst nummer 6. En we gaan weer onze voorkennis activeren. Nou, wat zien we? We zien een plaatje van Stan Lee. En uh, als je niet weet wie Stan Lee is, dan moet je dat absoluut voor mij gaan googlen. Um, het heet, de artikel heet ook Stan Lee's Legacy. Stan Lee is, een, uh, is de bedenker van Spider-Man. En nog wat van die andere superhelden in die Marvel-wereld. Uh, eh, dus zeg maar voordat we doelloos scrollde op TikTok, gingen mensen stripboeken lezen. En um, die dingen waren ontzettend populair, ontzettend veel waard ook tegenwoordig. En Stan Lee heeft een aantal van die uh, hele belangrijke characters uit stripboeken verzonnen. En um, hij is recentelijk overleden. Hij voor mij was hij een jaar of 96. En hij werkte ook gewoon door tot die leeftijd. Hij speelde ook in eigenlijk alle Marvel-films. Had hij een kleine. Uh, kleine rol zag je hem ergens rondlopen of zo. Dus dat is wel heel bijzonder. Um, nou, deze tekst gaat over Stanley's legacy. En uh, legacy is datgene wat je achterlaat. Dus wat heeft hij achtergelaten? Nou, waarschijnlijk gaat het iets over de strips die hij heeft gemaakt of de characters die hij heeft geschreven. We hebben hier een lange tekst. De uh, tekst komt van een artikel van Sean O'Neill. En deze is gepubliceerd in The New Scientist in 2018. We hebben best wel wat aan vragen. En volgens mij hoeven wij niet het hele, het hele tekst te lezen. Tenzij. Nee, dat hoeft inderdaad niet. Dus zoals ik in mijn vijf tips voor je examen heb aangegeven, je hoeft niet altijd de hele tekst te lezen. En ik vermoed ook dat dit één van die teksten is waar dat het geval is. Nou, we gaan even paragraaf 1 lezen. Want de vraag, vraag nummer 17, is: How is Stanley introduced in paragraph 1? Dan krijgen we allemaal verschillende werkwoorden. By analyzing, uploading, giving, glorifying of highlighting. En we gaan nu even uh, dan de eerste paragraaf lezen en kijken welke daar het beste bij past. Stanley's Legacy. Adapted from an article by Sean O'Neill. 12 minutes into the pilot episode of the 1970s TV series The Amazing Spider-Man. A young Peter Parker, played by Nicholas Hammond... is bitten in the lab by a radioactive spider moments later out on the street his brand new spidey sense already tingling he is chased by a car to the end of the blind alley without thinking he launches himself onto the smooth wall and effortlessly climbs several stories much to his own surprise dan moeten we denk ik toch nog eventjes het begin van paragraaf 2 lezen Want ik denk dat we hebben natuurlijk nog niks, echt iets gelezen over Stan Lee. En we weten dus ook eigenlijk nog helemaal niks over Stan Lee. Het enige wat we hier hebben is iets over Spider-Man. Nu hebben we wel de voorkennis, en dat heb ik net ook verteld, dat um, Spider-Man verzonnen is door Stan Lee. Maar we weten nou niet precies wat deze persoon hiermee wil bereiken. I was six or seven years old when I saw this for the first time, and it blew my tiny mind. Those moments drew me into Stan Lee's comic book world. Lee's Decades as a Marvel's top writer and editor helped to revolutionize comic book superheroes and villains. Much of his success came because he focused on depth of character as much as on spectacle. Thus, how is Stan Lee introduced in paragraph 1? Now it is a forbeeld gegeven. Dus a by analyzing which elements are behind his success. That wordt genoemd, denk ik, Niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk in paragraaf 2. Dus a kunnen we wegstrepen. b. By uploading the timeless quality of his creative work. Dat wordt niet in paragraaf 1 benoemd. Het gaat echt op paragraaf 1 alleen, dus daar, dat, is, dat is wat hier belangrijk is. c. By giving an example of an exciting storyline written by him. Ja, dat is het juiste antwoord, want het is een voorbeeld van wat hij bedacht heeft, Spider-Man, en wat daarmee te maken heeft. Dus antwoord C is denk ik het juiste antwoord. Voor de volledigheid lezen we nog even D en E. By glorifying the originality of the characters he created. Dat is niet aan de orde. Want die, het wordt niet gesproken over hoe origineel Spider-Man is. Ook niet over hoe goed Spider-Man is of iets dergelijks. Het is puur een omschrijving van een voorbeeld. E. By highlighting how well he made use of special effects. Ook dat wordt hier niet daadwerkelijk zo beschreven. Er worden waarschijnlijk wel special effects gebruikt om die Peter Parker te laten klimmen op die muur, maar er wordt niet gezegd have a look at these special effects and see how good they are. Dus dat is niet aan de orde. Dus E is hier niet het juiste antwoord. Dus op basis van het feit dat dit een voorbeeld is van iets wat Stanley heeft geschreven, kunnen we zeggen dat antwoord C het juiste antwoord is. Gaan we naar vraag 18. What becomes clear about Stanley in paragraph 2? Nu hebben we net paragraaf 2 al gelezen. En um, wat een hele belangrijke zin is, denk ik, voor deze paragraaf, is het laatste zinnetje. Much of his success came because he focused on depth of character as much as on spectacle. Er worden twee dingen benoemd die hem populair maakten: Depth of character, de characters waren heel erg goed bedacht, goed beschreven. En on spectacle. Het was heel spannend om die teksten te lezen. Gaan we kijken welke van de opties er het beste bij past. A. He contributed to the development of the comic book genre. B. He criticized fellow comic book writers for creating flat characters. C. He dared to introduce unexpected twists in his comic book stories. Of D. He was the first comic book writer who appealed to adult readers. Nou, die kunnen we sowieso wegstrepen, want er wordt niks gezegd over adult readers. Juist wordt hier six and seven years old benoemd. Um, en dat, um, nou ja, dat bewijst dus dat het ook voornamelijk voor kinderen was. Ehm. Um, nou, dan gaan we even kijken. Ik had net benoemd dat een belangrijke zin is. Much of his success came because he focused on depth of character as much as spectacle. Dan gaan we even verder lezen in die paragraaf, wat er nog meer in staat. I was six or seven years old when I saw his for, this for the first time, and it blew my tiny mind. Those moments drew me into Stan Lee's comic book world. Lee's decades as Marvel's top writer and editor helped to revolutionize comic book superheroes and villains. Oké, okay? dus ook dat. Dat is zeg maar wat hij daadwerkelijk heeft gedaan. He helped revolutionize comic book superheroes and villains. Dus dat bewijst welke rol hij heeft gespeeld. De zin daarna, die geeft aan waar dat succes dan vandaan komt. Op basis daarvan, denk ik dat antwoord A hier het juiste antwoord is. Want er wordt hier gezegd: He contributed to the development of the comic book genre. En hier wordt gezegd dat hij heeft helpen met het revolutioniseren en dat maakte dus een succes. Um, er wordt namelijk niet iets gezegd over dat hij kritiek levert op andere comic book writers. Hij wordt ook niet gezegd dat hij unexpected twists in his comic book stories heeft gezet. Ook dat wordt er niet benoemd. Dus antwoord A is bij vraag 18 op basis van die laatste stukken van paragraaf 2 het juiste antwoord. Kunnen we even naar vraag 19? Which of the following fits the gap in paragraph 3? We hebben hier een weer een lang stukje zin. En um, ik denk dat we hiervoor ook eventjes paragraaf 3 goed moeten lezen. Dus dat gaan we dan even doen. Als je nou al woorden bent tegengekomen die je niet kent, kijk dan even in de glossary. Want daar worden alle nieuwe onbekende woorden voor je vertaald. In the 1960s, Lee was instrumental in increasing diversity in superhero characters... Says psychologist and mental health counselor Parker Shaw, based in Tulsa, Oklahoma, who has researched the psychological effects of reading superhero comics. Most people had a superhero that looked like them and struggled with the same challenges, says Shaw. Today, Shaw sometimes uses comic book narratives in therapy. As a mental health counselor, I'm trying to connect with my patients in a way that both of us can relate to. Superheroes offer a safe, relatable outlet for children, adolescents en adults to openly discuss superhero struggles while. something. Er zijn hier een aantal dingen die van belang zijn in deze paragraaf. Allereerst wordt er uh, benoemd dat Lee een grote diversiteit aan superhelden heeft bedacht. Maar ook, en dat het gevolg daarvan is. Dat mensen zich herkenden in die superheroes. Want ze hadden dezelfde challenges en die hadden ook diezelfde problemen. En deze shaw zegt dat hij vandaag de dag probeert te verbinden met zijn patiënten door middel van die superhero's. Want ze bestaan niet echt. Dus het is een veilige en herkenbare manier om um, problemen te bespreken. En mensen kunnen zich waarschijnlijk herkennen in die problemen en dat maakt ze zo succesvol als um, een manier om je aan die mensen te linken. Nou, dan kunnen we uh, kijken welke van de opties erin passen. Uh, ik zou zeggen dat omdat het een veilige omgeving is en adolescents, childrens and adults um, they openly discuss superhero struggles while en dan zou ik iets zoeken wat Um, hun eigen problemen laten geven. Dus iets als while discussing their own problems, while reflecting on their own problems, while talking about their problems. Iets wat daarop lijkt. Dat heeft ook te maken met het woord outlet. Hè? Outlet dat is ook een manier om je zorgen te uiten. Dus gaan we even kijken naar wat er gegeven wordt als optie. E Indirectly processing their own issues. Dit zou kunnen, hè? Dit is wat ik bedoel. Want ze zijn natuurlijk bezig met het praten over die superhelden, maar indirect hebben ze het ook over hun eigen problemen. Gaan we eerst even de rest verder lezen voordat we A definitief gaan neerzetten. We kunnen hem in ieder geval met potlood omstrepen, om de cirkel. Obsessively acting out their own fantasies. Publicly denying their own limitations. Shamelessly justifying their own choices. Nou, we hebben hier allemaal mooie adverbs die dingen aangeven. Obsessively betekent dat je heel erg geobsedeerd bent. Dus dat je obsessingly je eigen fantasieën wil uiten. Dat je juist je eigen limitations. Dat je die denied in het openbaar. Dus publicly betekent het openbaar. En shamelessly justifying their own choices. betekent dat je op een schaamteloze manier zegt. Nee, nee, wat ik doe is goed. Niks van die drie opties past erbij. Want het, er wordt hier juist gezegd dat die superhelden passen op een manier dat deze mensen. Zich een beetje kunnen verschuilen achter de problemen die die superhelden hebben, omdat ze zich herkennen in die problemen en die misschien ook hebben. Dus door, te, door over die problemen van die superhelden te praten, praten ze op een indirecte manier over hun eigen problemen. En dat maakt dat antwoord A hier het juiste antwoord is. Dus antwoord A is bij vraag 19 het juiste antwoord, omdat ze op een indirecte manier kunnen praten over de problemen die ze zelf hebben, door middel van de problemen van die superhelden. Gaan we naar vraag 20. Without, where would Lee be without radiation? Paragraph 4. How can this remark be characterized? Moeten we eerst paragraph 4 even lezen. While DC comics served up superheroes often destined for greatness, think like Superman or Aquaman, Lee took everyday people and thrust superpowers upon them, often courtesy of, let's face it, some very dubious science. Where would Lee be without radiation? A radioactive spider created Spider-Man. Exposure to Gamma Radiation produced a Hulk. While Comic Rays turned four astronauts into the Fantastic Four. As Lee admitted in an interview, I'm the least scientific person you'll ever know. But I try to seem scientific with our characters. I wouldn't know a gamma ray if I saw it. But if it sounds good, I'll use it. Okay. It gaat om Dezuzin. Where would Lee be without radiation? En um, ik denk dat het laat zien dat ze ook willen duidelijk maken dat radiation belangrijk is voor eigenlijk al zijn characters. Maar hij weet zelf eigenlijk niet wat dat is. Dus hij zou het ook nooit kunnen zien als het voor zijn neus stond. Of herkennen als het voor zijn neus stond. Um, hij zegt ook zelf: I'm the least scientific person you'll ever know. Ja, dus hij heeft zelf helemaal geen wetenschappelijke achtergrond of iets. Um, dus dat betekent dat het een. Nou ja, een, een een beetje een soort retorische soort vraag is die, um, die hier wordt gesteld. Gaan we kijken naar de opties die er zijn en gaan we de beste kiezen. How can this remark best be characterized? A. As admiring. He, dus dat ze hem een, een beetje aanbidden, een beetje, een beetje worshipen. B. As arrogant. C. As hypocritical. D. As playful. E. As surprised. Nou, ze zijn sowieso niet verrast, dus die kunnen we wegstrepen. Ze zijn ook niet arrogant, want er is een beetje een positieve manier... wordt er gesproken over Lee in dit artikel en ook zijn bijdrage. Er wordt gezegd dat hij zelf niet scientific is... maar dan toch heel erg op die radiation hangt. Um, het kan admiring zijn, as hypocritical... wat betekent dat je eigenlijk doet alsof je zelf de betere standaard hebt... en de betere moreel uh, gegeven hebt dan een ander... dus dan ben je een beetje beter dan een ander. Nou, ook dat wordt hier zeker niet gedaan... Dus we hebben eigenlijk alle negatieve dingen een beetje weggedaan. Arrogant, hypocritical en surprised. En dan hebben we admiring en playful als opties over. Um, admiring zou kunnen, omdat je denkt: van nou het, het artikel is best positief over Lee. En ze zijn ook niet uh, negatief over hem als persoon of zijn werk. Maar ze, zijn hier niet, ze zeggen niet dat, dat ze hem waarderen voor het gebruik van radiation. Wat ze hier zeggen in dit paragraafje. Is dat radiation een belangrijke rol heeft gespeeld in de characters die Lee heeft ontwikkeld. Um, en vooral dat die radiation op normale mensen wordt gezet. Dus daarom denk ik dat antwoord D hier het juiste antwoord is. Want op een speelvolle manier wordt een soort, soort grappige vraag gesteld: where would Lee be without radiation? En dat bewijst dat bij vraag 20 playful het juiste antwoord is. Het laat zien dat op een speelvolle manier um, willen ze dat radiation introduceren in het verhaal. Dus bij vraag 20 antwoord D als juiste antwoord. Kunnen we naar vraag 21? Which of the following fits the gap in paragraph 5? Nou, um, we moeten hier denk ik ook eventjes terug naar paragraaf 4 voordat we gaan verder lezen. Er wordt namelijk in paragraaf 4 geëindigd met: As Lee admitted in an interview, I'm the least scientific person you'll ever know, but I try to seem scientific with our characters. I don't know a gamma ray if I saw it, but if it sounds good, I'll use it. But perhaps Lee was being too hmm. <laughs> from artificial silk with curious properties, though unlikely to catch thieves just like flies. To powerlifting exoskeletons, though without Tony Stark's jet boots yet. The futuristic technology that features in many Marvel creations may just be around the corner. Okay. Dus er wordt gezegd hier in 4 dat Lee zei: I'm the least scientific person you'll ever know. En dan wordt er in 5 gezegd dat um, sommige van die dingen die hij verzonnen heeft artificial silk, powerlifting exoskeletons um, die zijn eigenlijk al wel misschien al om de hoek. Die zijn er al, um, daar zijn ze al mee bezig. We zijn nu dus op zoek naar iets wat zegt dat Lee een beetje ingetogen was, dat hij niet echt wilde boosten. En dan moeten we kijken welke van die dingen daar het beste in past. Voor het gemak heb ik deze opties alvast even voor je opgezocht. En wat zien we? We zien dat impatient betekent ongeduldig. Modest betekent bescheiden. Optimistisch is optimistic. En eigenwijs is stubborn. Nou, ik zei net, we zijn op zoek naar iets wat zegt dat hij niet aan het boosten was. Dat hij zichzelf een beetje onderschatte of zijn belang een beetje onderschatte met zijn least scientific person. En dan kunnen we eigenlijk zeggen dat hij gewoon lekker te bescheiden was. Dus op basis daarvan, en vooral dit laatste zinnetje, wat hierin staat, kunnen we zeggen dat antwoord B het juiste antwoord is bij vraag 21. Hij was namelijk modest, hij was een beetje bescheiden. Hij zei: I'm the least scientific person you'll ever know. En in de paragraaf 5 wordt dan gezegd. Alles wat hij, of alles, een aantal dingen die hij verzonnen heeft, zoals die artificial skill, silk, exoskeletons, die zijn misschien wel gewoon around the corner. Dus antwoord B is het juiste antwoord bij vraag 21. Kunnen we door naar vraag 22. In deze tekst zeggen de volgende personen iets over Stanley: Parker Shaw en Neil Gilman. Geef per persoon aan welke uitspraak samenvat wat hij zegt over Stanley. Noteer de letter van de uitspraak achter elk nummer op het antwoordblad. Let op, er blijven twee uitspraken over. Oké, okay, we moeten dus um, deze even lezen, maar we moeten ook nog paragraaf 6 lezen. Dus laten we daar even mee beginnen. As well as his extraordinary creativity, Lee's own superpowers included his longevity. I was first interviewed for Stanley's obituary about 20 years ago, writer Neil Gaiman tweeted. I was happy he defied the reaper and carry on. With Stan now gone, aged 95, an era really does come to an end. He was the happiest huckster that comics needed. Oké. Okay. Neil Gaiman zegt dus iets over zijn leeftijd, over dat hij lang geleefd heeft. En Parker Shaw zegt iets over zijn belang als um, superheld creëren, hè, dat hij de superhelden gemaakt heeft. Dat mensen zich daaraan kunnen relaten. Nou, we gaan even lezen welke opties er zijn en dan gaan we kijken welke twee er uitgesproken worden door deze mensen. Neil Gaiman was dus de psychiater, en, of de psycholoog. En um, die auteur, Neil Gaiman, heeft gezegd dat hij lang heeft geleefd. Nou, 1. Uh, He embodies a period in the history of comic books. Nou, dat past wel een beetje bij dit zinnetje. An era really does come to an end. B. He underestimated how much his fiction could become reality. Dat wordt wel genoemd in de tekst, hier in paragraaf uh, 5, maar dat wordt niet door een van hun twee uitgesproken. Dus dat is wel een mooi trucje door Cito. Um, ze zeggen hier datgene letterlijk. In paragraaf 5. Maar dat wordt niet uitgesproken door een van die twee mensen die ze noemen. Dus deze kunnen we wegstrepen. C. People can identify with his main characters. Nou, dat wordt hier door die uh, psycholoog benoemd. En D. Rivaling comic writers tended to be jealous of him. Ook dat wordt niet benoemd. Er wordt helemaal niks in de tekst gezegd over zijn concurrenten. Dus deze twee zijn degene die we moeten gebruiken, A en C. En dan moeten we ze linken aan de juiste personen. En ik had het al een beetje gezegd. Parker Shaw is degene die zegt dat ze zich kunnen um, linken of herkennen aan wat hij zegt. Oh, het is C en die 3. En Neil Gilman die zei een end of an era. En dat maakt A. Dus we kunnen noteren: 1 is C. En 2. Is A. Niet moeilijk doen, niet de naam opschrijven. Gewoon 1 is C, 2 is A. En met uh, the end of an era of Stan Lee komen we ook aan het einde van tekst nummer 6. En kunnen we door naar tekst nummer 7. Vond je deze video handig? Vergeet dan niet om even een like te geven. Laat het achter in de comments. En als je wil weten wanneer de andere video's uitkomen, vergeet dan niet te subscriben. Oh, en vergeet ook niet om even in de beschrijving te kijken naar mijn eindexamentrainingen hier op YouTube en wanneer ik de examens ga nabespreken nadat het examen is gemaakt.